Ik ben Jasmina van CVT. En wie bent u? Ik ben Leni Hoogland. Wat vindt u ervan dat de plein wordt weggehaald? Ja, vind ik heel erg. Vind ik heel erg. Ik woon al 44 jaar op deze plek. Zo lang woon ik al op Staringplein, dus ik vind het heel erg als ik weg moet. Ik heb het reuze naar mijn zin. De woning is heel erg goed. Dus ja, het is heel erg voor ons. Ik vind het natuurlijk heel erg fijn. En zoals je gezien hebt, we hebben dan die hele ruime muziekkamer. Wij noemen het dan studiekamer, zeg maar. Daar kan ik dus oefenen op de accordeon en op het orgel. Daarom vinden we het ook zo erg om te verhuizen. Want die ruimte denk ik dat ik nergens anders meer terugkrijg. En wij zeggen, dit zijn goede woningen, dus waarom zouden we gaan slopen? De woningen zijn gewoon hartstikke goed. Dus, en dat is iets wat wij niet begrepen. Gaan jullie verhuizen of blijven jullie gewoon wonen bij de nieuwe woning? Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Ik weet helemaal nog niet hoe dat gaat lopen. Of ik weet niet of ik hier terug mag komen. Ik weet niet of ik hier ergens anders kan wonen. Ik bedoel, dat weet ik allemaal nog niet. Maaike Slingerland, ik ben illustrator en ik geef les aan kinderen op een basisschool. Waar geef je allemaal les? Ik geef les op OBS de Valentijn, dat is in Rotterdam-Delfshaven. En daarnaast werk ik vanuit huis en dan organiseer ik voor de VIP Westbrook Foundation. Daar